Alles wel beschouwd, bestond ik in die periode enkel in mijn eigen gedachten. Geen winkelmadam zijn. Ik wou een vrouwelijke permieke worden. Onder de salontafel lag een getekend portret van Labbekak. Een pens met paardentanden. En toen veranderde die knotwillig plots in een vrouw. Buik aan buik met een man. Als hij hier binnenvalt, mik ik op zijn kloten.